Voor Jan Besselsen van busonderneming Elbo uit Heino is een jongensdroom in vervulling gegaan. Hij is sinds deze week de trotse eigenaar van een echte Amerikaanse Greyhound bus uit 1947. Oh, hij rijdt door, kijk. Zo'n enorm stuk nostalgie, hè? Dat is alleen al leuk om dat te hebben. Hoeveel mensen zouden hier niet mee bevoerd zijn? Enorm, enorm. De bus kan nog rijden, al rammelt er wel het een en ander zo hier en daar. Besselsen durft zelf nog niet achter het stuur van zijn nieuwe bus te kruipen. Nee, nog niet. Eerst moet alles perfect in orde zijn. Eerst maar even. Deze bijzondere bus heeft bijna 60 jaar in Amerika rondgereden en is nu de enige in Nederland. Hij is nog in prima staat, al mist er wel het een en ander. Besselsen is vooral trots op alle authentieke details. En als je nou pech hebt, weet je wat, dat is onze driehoek, hè? Maar die hebben ze daar speciaal in een kastje zitten, zie? Leuk, hè? Elbo heeft al tientallen antieke bussen rondrijden, van oude schoolbussen tot postwagens. En natuurlijk kan een echte busliefhebber het dan toch niet laten. Kijk, hij gaat echt, zie je dat? Hij gaat echt.